daar zijn we weer. De Colors Unlimited lijn is natuurlijk een fantastische lijn. We gaan vandaag eens iets doen met de blauw-groene versie. We hebben het cardstock, we hebben de luxe cardstock, we hebben 3D stickertjes, lintjes, hele leuke papieren vlindertjes, knoopjes. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken. Leuke embellishments. Zijn ook leuk, ja. Roosjes doen het ook altijd goed op je kaarten. En hele leuke tags. Dus we gaan kaarten maken. Prima. Je vergeet nog één ding. We hebben ook nog dezelfde inkt erbij. Hier heb ik dus 2 kleurlijnen. Dit is de blauwe en dit is de paarse. Ja. Het leuke hiervan is, het zijn eigenlijk losse onderdeeltjes. Elementen. Kijk maar. Oh, want je kunt ze gewoon uit elkaar schuiven. Ja. Maar je kunt ook 2 lijnen aan elkaar doen. Klikken. Nou, perfect. Ja, je raakt niks meer kwijt. Nee. Alles hou je bij elkaar. En je hebt een heel fijn kleuroverzicht. Ja, en dat is leuk. Het fijne ervan. Heel leuk. Oké. Nou, dan zal ik eens iets van dit cardstock gaan vertellen. Dit is zo mooi. Oh, dit is zo mooi. Dames, dan moet u echt... Als het van dichtbij ziet, is het nog mooi. Ja, het ziet er echt prachtig uit. Hier kun je heel goed de structuur in zien. Ja. Dit is zo mooi. Een soort linnenstructuur. Ja, juist. Maar ga je nou scheuren, dan krijg je zo'n witte rand. Dan kun je ook heel mooi met die inkt weer een randje gaan maken. Heel leuk. Nou, dit is iets... Ik zei, daar heb ik op de beurs ook elke keer zitten zeggen, ik vind dit veel te mooi om te gebruiken. Want ik ben echt zo één. Je kunt er lekker doorheen bladeren en verder niks mee. Nee, je doet er wel iets mee, maar ik vind dit zo mooi. Ja. Ik vind het te mooi om eigenlijk een hele kaart van te maken. Ja. Wat ik doe is, kijk, de papier, ik kan het ook zo laten zien, die kleurtjes, die zijn allemaal hetzelfde. Die combineren. Dus het fijnste is dat je hier bijvoorbeeld je kaart mee maakt. Ja. Als je hem dubbel vouwt, dan is de kaart 15 bij 15. Dus ik raad altijd aan, maak hem op 13,5 bij 13,5. Ja. Dat randje wat eraf gaat, gebruik ik ook nog heel vaak om ergens nog een randje overheen te doen. Dus komt ook van pas. Leuk. Dit vind ik zo mooi. En hier ga ik dus weer met bovenop die kaarten aan het werken. Ja, dan maak je een soort van elementjes erop. Juist, of achtergrondjes. Ja. Maar dan zul je dadelijk wel zien. Dit is zo mooi. Dan zit er nog iets in. En dat wil ik dus ook heel graag laten zien. Want je hebt dus heel mooi parelmoerpapier. Je hebt glitterpapier. Dan kom je hier aan. Dit vind ik heel mooi. Dat is geëmbost. Maar pak eens een schuursponsje. Ga er eens heel lichtjes overheen. En wat krijg je dan? Kijk. Oh, wat dan komt het wit. Komt dan weer tevoorschijn. Dus je kunt kiezen. Je kunt het zo gebruiken. Ja. Maar op deze manier is het ook hartstikke heel leuk. Dan krijg je net speciaal. Juist. Dus dat kun je ook doen. En ik zat net te vertellen van, ik gebruik het altijd op een kaart. Nou kijk, en dan kun je hier goed zien. Hier heb ik dus het glitterpapier gebruikt. Ja. Hier komt weer dat hele mooie weer terug. Ja, hier inderdaad. Kijk, en zo, zo heb je dus eer van je werk. Want ik vind het zo jammer om hier gewoon je kaarten mee te maken. Nee, je moet gewoon inderdaad combinatie deze maken. Als basis en dit als accent gebruiken. Ja. En wil je heel snel klaar zijn, dan kun je altijd nog... 1 van deze nemen en dubbel vouwen. Ja. Kan ook hoor. Nou, ik ben benieuwd wat je verder allemaal maakt. Nou, hè? Dit zal ik eerst. We beginnen gewoon hiermee. Ja. Wacht, doen we dit even weg. Kijk, als je deze kaart ziet. Hier zie je dus een hele mooie bloem. Ja. En die bloem is deze mal. Zo zit die bij elkaar. En kijk, dit is de onderkant. Dit is het tweede randje, want hij snijdt het uit. Okay. Het bloemetje, dit heb ik... verschillende keren uitgestald, uit zeg maar. Ja, verschillende papiertjes. Juist. En dan beetje bij elkaar doen en dan krijg je dit. Ja, ik heb ook nog die steentjes gebruikt. Dit vind ik ook altijd leuk, die strikjes. Want strikjes. Die zitten er dus allemaal nog bij. Want wij hebben eigenlijk maar een heel klein gedeelte liggen. Ja, juist. Dit wordt meestal in bloemetjes gebruikt. Maar gewoon op deze manier kan dat natuurlijk heel ook. Grappig. Ja. Ja. Kijk, deze bloem is er dus van gemaakt. Maar wat je ook nog kunt doen. Deze bloem heb ik dus ook uit van het foam. Hoort ook weer bij die lijn. Kijk maar. Maar je kunt dus ook uit vilt. Ja. Dus je kunt zoveel met die mallen en toestanden. Geweldig. Eerlijk. Dan hadden jullie net deze gezien. Kijk, dit. Heel veel mensen denken dat dit gewoon papier is. Ja. Nee, dit is dus weer de papertape. Oké, dat hartstikke leuk. Ja, die heb ik hier ook weer niet bij liggen. Zoveel hebben we. Oh, het is zoveel. Maar het past allemaal bij elkaar. Het is perfect. Juist. Hier heb ik dus met 2 knoopjes op elkaar gewerkt. Heel kan dus ook. Ja, kijk maar. Deze. Ja, heel en je leuk. Kunt ook zeggen, je pakt aan de binnenkant ook. Ja. Want er zijn ook die labeltjes weer. Ja, die zijn ook hartstikke leuk. Dan heb je weer allemaal verschillende designtjes. Als je nou deze labeltjes hebt, hè.
Die heb ik ook weer op een andere kleur nog gedaan. Ja. Maar heel vaak heb je te weinig ruimte voor die labeltjes, want dan zijn ze te lang. Ja. Niet bang zijn, gewoon durven een stukje eraf te snijden. Ja, nou. Je maakt het gewoon op de grootte die je dus zelf wilt. Juist. Geen probleem. Geen probleem. Nee, het is heel makkelijk. Hier ook weer. Dat papertape is zo dun. Ja. En als je dat dus op een ondergrondje doet, het is net of het gewoon in het papier zit. Ja, het komt gewoon, het past een eigen gewoon aan de ondergrond aan. Mooi. Dit is zo leuk, eerlijk waar. Dat is dus ook eentje. Dan hebben we dit nog. Nou, dit is een supersnelle kaars. Ja, ook heel leuk met deze. Juist, ja. Die heb ik daar weer. Dat zit hieronder nog. Ja. Gewoon hier bovenop. Dan heb je eigenlijk dit gedeelte al helemaal klaar waar ik niks aan heb hoeven te doen. En kijk, heel makkelijk. Ja, die moet niet alles verraaien. Ik dacht dan, nou laat ik zien dat ik toch nog werk hierin heb gestoken. Nee, kom, ja. Helaas. nee, het zijn gewoon inderdaad prachtige 3D-stickers. Die kun je gewoon leuk bovenop elkaar plakken. En, ja, je kunt er gewoon en je bent heel snel je kaartje klaar. Er mee afmaken. Kijk, bij deze heb ik ook nog het lepeltje gebruikt, maar hier ook de roosjes. Ja. En dan wil ik hier iets laten zien. Kijk, hier heb je dus een heel felle roos en dit is een heel andere tint. Ja. En weet je waarom dat ik dat nou gedaan heb? Hier heb ik die sparkle spray, hoort er ook weer bij de lijn, die sparkle spray op gedaan. En gewoon om het verschil te laten zien, heb ik deze wel gedaan en die dus niet. Okay. En dan zie je dat de kleur nog veel mooier is. Je krijgt een beetje parelmoer effect. Juist, er komt een mooie rot te denken. Ja. Nou, dat is dus ook weer eentje. Dus je ziet wel dus zoveel mee te maken. Je kunt eerlijk gewoon waar. Helemaal je fantasie de vrije loop laten. Zeker weten.